We zitten hier op de nieuwe Arion 600. De nieuwe trekkerserie die Klaas geïntroduceerd heeft in de 4 en de 6-cilinder klasse. Arion 500 bestaat uit 3 modellen in de 4-cilinder klasse. Vanaf 140 pk tot 165 pk. En de 6-cilinder modellen, de Arion 600, beginnen bij 155 pk tot 185 pk. De trekker is vernieuwd vanwege de motortechniek. Hier zit nu de nieuwe motor in, de DPS motor. 6,8 liter in de 6-cilinder en 4,5 liter in de 4-cilinder trekker. Met een diesel particle filter en een diesel oxidatiefilter. Waardoor we kunnen voldoen aan de stage 3B norm. Waardoor deze trekker dus, zoals gezegd, in de MIA en de FAMUL regeling valt. Wij doen dit alles zonder AdBlue. Heel belangrijk voor deze doelgroep, omdat vooral akkerbouwers vaak niet de beschikking hebben al over AdBlue. En daarom nog de komende jaren nog vooruit kunnen zonder deze nieuwe vloeistof op het bedrijf aan te schaffen. Nou, het bijzondere is dat dus alle radiatoren, zeg maar, het uitklappen, dat het dus wordt ondersteund door middel van deze gascilinders. En dat dus de gebruiker gewoon één persoon de zaak goed kan reinigen. Trekker is verder ook vernieuwd qua cabine. We zien nu een nieuwe cabine waar aan de rechterzijde een vol glasdeur zit. Aan de linkerzijde bewust een kleine deur. Dus waar je een gemakkelijke, eenvoudige instap hebt in de cabine. Dat is erg belangrijk omdat dit soort tractoren toch veel op het erf gebruikt worden. En mensen toch makkelijker in- en uitstappen kunnen. Daarnaast ook een volledige glazen voorwand, waardoor we optimaal zicht hebben naar de voorzijde. En de motorkap is ook mooi laag gebleven, waardoor we optimaal het zicht hebben naar de voorzijde van de trekker. Daarnaast zit de bestuurder vrij ver achter in de cabine, waardoor het zicht op de werktuigen door de gebogen achteruit optimaal is. Verder een belangrijk kenmerk wat we veranderd hebben bij de Klaas tractoren is het hele dashboard. Het hele dashboard is veel slanker geworden. Het stuur is verstelbaar in hoogte en in hoek. Het kan ook ver weg geklapt worden, waardoor er bij in- en uitstap erg veel ruimte ontstaat. Deze trekker is voorzien van een CBIS scherm. De CBIS uitvoering, waarbij ook standaard elektrische ventielen op de trekker komen. De C-Motion bedieningshendel, waardoor je in één handgreep 20 verschillende functies kunt bedienen. Dit is de luxe versie, daarnaast hebben we ook een eenvoudige versie, de CIS versie, met mechanische ventielen. In deze trekker is ook de nieuwe armleuning aangebracht, waar dus die C-Motion hendel op gemonteerd is. En deze kennen we ook uit onze Lexion maaidosses, uit de Xerion tractoren en ook bijvoorbeeld uit de vorig jaar geïntroduceerde Axion 900. We zien dus ook heel duidelijk dat Klaas bezig is om al zoveel mogelijk componenten, waaronder deze armleuning, te gebruiken voor al zijn machines. Al zijn zelfrijdende machines zoveel mogelijk uitrusten met eenzelfde soort armleuning, zodat het voor de gebruiker, voor de chauffeur herkenbaar is waar hij mee onderweg is. Daarnaast hebben we ook voor wat betreft de bediening van bijvoorbeeld afterkas een verandering, dat we dat nu niet meer mechanisch doen, maar allemaal elektrisch de toerentallen gaan wisselen. Standaard ook deze trekker weer voorzien van een eco-afterkas, zowel 540 toeren eco-afterkas als 1000 toeren eco-afterkas. Uiteraard zijn er erg veel punten eigenlijk om op te noemen over deze trekker, waar het vernieuwd en verbeterd is. Ik zou graag zien dat mensen die belangstelling hebben, onze dealers daar over vragen. En misschien komen naar de talloze open dagen die er worden georganiseerd door onze dealers om deze trekker te introduceren. Ik ga het wel. 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 Ik ga het wel.
Trekkerweb.nl